De geschiedenis van Nederland was vaak rampzalig. Een ramp voor onze voorouders, want ze kregen flink wat ellende voor de kiezen. Maar zalig voor historici, want voor ons zijn rampen een goudmijn. Ze bevatten niet alleen een schat aan informatie over de veerkracht en kwetsbaarheid van samenlevingen, maar ook over hoe deze samenlevingen zichzelf zagen. Met de onderzoeksgroep Dealing with Disasters onderzochten wij de omgang met rampen in Nederland. En we zagen dat verleden en heden soms verrassend veel op elkaar lijken. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat rampen pas echt rampen worden als de media er aandacht aan besteden. Ze zorgen ervoor dat mensen überhaupt weten dat er een ramp heeft plaatsgevonden die heel veel doden en slachtoffers heeft veroorzaakt en ook heel veel schade heeft gecreëerd. In de 19e eeuw komt de journalistieke vorm van de reportage op, waarbij verslaggevers en tekenaars ook echt naar de rampplek gaan en daar verslag doen van wat ze zien. Maar je ziet ook dat er bijvoorbeeld tijdens de ramp van 1861... boottochtjes georganiseerd werden langs verschillende dijkdoorbraken, waar mensen dan voor 5 gulden of 2,50 gulden... Een plekje op de boot konden bemachtigen om dan langs die plekken te varen en echt zelf te kunnen zien wat er gebeurd was. Dus je kunt hier wel echt van een soort ramptoerisme spreken. Sensatie verkoopt goed, dat wisten ze toen ook al. En het zorgde er ook voor dat mensen in heel het land op de hoogte waren van rampspoed die soms wel honderden kilometers verderop gebeurde. En dat ze konden gaan meeleven met de slachtoffers van die rampspoed. Meeleven met slachtoffers ver weg gebeurde ook al eeuwen daarvoor. Bijvoorbeeld in pamfletten. Deze pamfletten hadden vaak een religieuze lading. Zoals wel blijkt uit de gebeurtenissen bij het Duitse stadje Stralsund. In 1597 had het daar bloed geregend. Dit werd geïnterpreteerd als een straf van God. Men moest het leven beteren om zo volgende straffen te kunnen voorkomen. Gelukkig deed iedereen dat in het stadje en werd het stadje inderdaad gespaard. Het nieuws verspreidde zich over Duitsland en bereikte ook Nederland. Waarschijnlijk omdat het een hoopvolle boodschap bood. Als men inderdaad luisterde naar God en het leven beterde, kon een stad gespaard worden. Een Amsterdamse drukker liet er ook een lied over maken. Rampliederen waren een heel populair genre en die rampliederen waren bedoeld om het nieuws te verspreiden. Dus die gaven heel gedetailleerd weer, per couplet, wat er in ieder dorp gebeurd was, hoeveel doden er waren gevallen. En dat waren vaak ook gruwelijke details. Dus de lijken dreven in het rond, de runderen die loeiden in het water. Maar behalve nieuwsvoorziening hadden ze ook een religieuze functie. Want er stond altijd een moraal aan het eind van het verhaal. En die moraal was eigenlijk altijd: God straft de mens voor zijn zonde. Dus beter je leven, zodat we niet opnieuw door rampen getroffen zullen worden. Religie is in de vroegmoderne tijd nooit ver weg bij rampen. Elke gebeurtenis in de natuur werd begrepen als een teken van God. Dus dat waren aardbevingen en overstromingen, maar ook kometen en bloedregens waren allemaal tekenen van God volgens de 16e eeuw. Sterker nog, ze stonden ook met elkaar in verband. Want zo'n bloedregen kondigde als het ware een volgende ergere ramp aan, zoals een aardbeving. Het was dus zaak om het nieuws over dit soort gebeurtenissen snel te verspreiden, zodat iedereen op tijd zijn leven kon beteren en zo dus een ergere ramp voorkomen kon worden.